Dan wil ik graag beginnen nu met de oriënterende ronde en ik open daartoe de vergadering. Ik heb een korte mededeling en dat gaat eigenlijk over de informatiesessie die hierna is. Die staat op de agenda voor 9 uur, maar afhankelijk van hoe snel wij of hoe vroeg of hoe laat wij met deze oriënterende ronde klaar zijn, willen we daarna 5 minuten pauze en meteen door met de informatiesessie. Wat inhoudt dat die waarschijnlijk wel voor 9 uur al zal starten. Zijn er van uw kant mededelingen? Niemand? Dan komen we bij vaststellen van de agenda. Ook daar heb ik een opmerking over. En dat is dat agenda punt 7 nu een aantal geactualiseerde verordeningen betreft. Maar dat moet zijn agenda punt 4. En niet agenda punt 7, dat u dat even weet. Dat is verkeerd in het systeem beland. Zijn er van uw kant nog wijzigingen op de agenda? Niet? Dan komen we bij het spreekrecht. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken, ook nu niet. Dan zijn we bij agenda punt 4 en dat zijn dus die geactualiseerde financiële verordeningen. Geactualiseerde controleverordening, nota waarderen en afschrijven vaste activa, nota reserves en voorzieningen. En het geactualiseerd treasury statuut. Wie kan ik erover het woord geven? Meneer Stelpstra, meneer Dogger, meneer Gelling. Ik begin bij meneer Gelling. Volgens mij mag ik even vragen om mij later te zetten, want mijn computer heeft een kleine stoornis, dus ik moet even zien waar ik uitkom met uw instemming. Ik hoop dat u daar dan tijdig gaat uitkomen. Meneer Gelling, meneer Dogger, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ik ga nu snelheid maken. Er is bij de stukken is een... Mogen we vragen mogen doen? Ja. Er is, en ik beperk mij tot één vraag. Er is bij de stukken een toelichting gegeven, wijzigingen ten opzichte van de vorige verordeningen. En daar staat onder artikel 15 grondbeleid. In de nieuwe verordening is opgenomen dat minimaal 1 keer per 4 jaar een nota grondbeleid wordt aangeboden aan de raad. In de huidige verordening is het niet geregeld, maar de nota grondbeleid wordt op dit moment elk jaar bij de begroting aangeboden. Volgens mij is dat niet juist, want we krijgen elk jaar krijgen wij de GREX. Maar de GREX is geen nota grondbedrijf, nota grondbeleid. Want die hebben wij volgens mij in 2015 vastgesteld voor de periode 2015-2019. Dus die zin wou ik daar even een vraagopmerking over maken. Dat was hem. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn opmerking ligt een beetje in de lijn van de heer Dogger. Er worden een aantal termijnen genoemd, maar wij hanteren momenteel andere termijnen. Onder andere over de bestuursrapportages. Dat de frequentie naar 1 keer gaat in de verordening, maar wij hanteren dat 2 keer. En ik ben even benieuwd hoe dat met elkaar verhoudt. Wij hechten er nog wel waarde aan om die frequentie te handhaven die we nu hanteren. Dank u wel. Meneer Gelling, kan ik u al lastigvallen erover? Zeker, voorzitter. Ik heb namelijk een hele nieuwe computer gekregen. Dus dat gaat, het gaat van een leien dakje. Microsoft. Voorzitter, anders dan verondersteld door meneer Dogger heb ik maar een paar vragen. We houden het tempo erin. Laat ik beginnen met de constatering dat mijn fractie buitengewoon verheugd is met de stukken die voorliggen. Een aantal hele goede zaken in die nieuw zijn, maar wel hier goed vastgelegd worden. Een van de dingen waar wij natuurlijk al blij mee waren in de begroting is dat het adagium bespaarde rente komt te vervallen. Dat is mooi. Dat zagen wij al terug, maar het is prettig om hier weer te zien. Er waren wel een paar vragen ter zake uw nota of verordening financiële administratie, want er staan wel wat dingen in. Die volgens mij nog wat uitvoering behoeven. Dus de vraag is eigenlijk concreet, in hoeverre moet er nog uitvoering gegeven worden aan dingen die staan? Hè? Bent u bij, is er niet alleen, staat het er niet alleen, maar wordt er ook uitvoering aangegeven? En dat doe ik onder andere, viel me op, aan een kostenverdeelsleutel waar heel specifiek aandacht aan besteed wordt, waar ook uren verdeeld worden. En voor zover ik op de hoogte ben, worden die niet altijd bijgehouden. Dus ik vroeg mij meer in het algemeen af, moet er nog veel gebeuren om uitvoering te geven aan deze verordeningen of bent u daar klaar voor? En datzelfde geldt ook nog heel concreet ten zake de opmerking voor aanbesteding van goederen en diensten. Ook daar sluit u af in de verordening met de constatering dat aan de rechtmatigheid dient te worden voldaan. En ook daar zijn nog wel wat opmerkingen over gemaakt in het verleden. Dus de generale vraag, is dit het? Bent u klaar of moet er nog veel gebeuren om niet alleen de verordening vast te stellen, maar er ook uitvoering aan te geven? Dank u wel. Dan vraag ik de portefeuille aan. Dank u wel. Om met de laatste opmerking van de heer Gelling te beginnen. Dank voor de steun voor
een heel aantal van die notities. Het is goed om je zaken goed op orde te hebben en om ze goed leesbaar te hebben. Of de financiële administratie betekent dat wij nu nog allerlei dingen moeten doen over urenregistratie enzovoort. Het antwoord is nee, dat hoeft niet per se. Dat staat daar ook niet, volgens mij. En wij zijn dat hier ook niet gewend. En wij gaan dus nu niet een hele urenadministratie invoeren, zolang wij niet de expliciete opdracht van u hebben om het te doen. En ik zou u ook willen adviseren om dat niet te doen. Aanbesteding goederendiensten hebben we geregeld. En daar ook een aantal keren over gesproken, waarbij wij wat touwtjes hebben aangehaald. En het lijkt mij dat wat hier nu staat voldoende zou moeten zijn. En zo ben ik heb net nog snel even nagevraagd, ook ambtelijk geadviseerd. Dan kom ik bij de heer Stelstra. Er staat inderdaad dat één beheerder mag, maar we hebben tot nu toe, je moet minimaal één beheerder, laat ik het zo zeggen, we hebben er twee. En we zijn met u in discussie geweest een tijd geleden om eventueel van twee naar één beheerder te gaan, om iets meer rust in het systeem te krijgen. Die discussie wordt voortgezet en die zal op enig moment ertoe leiden dat we wel of niet daarover een eigen leggen, oftewel u daar een voorstel over doet. Zolang het voorstel er niet is geweest, blijven er gewoon twee. Maar de regeling zegt, u hebt er in ieder geval één te hebben. Ja, hartstikke mooi. We hebben ook gesproken om er vier te doen. Ja, ieder maar metaal. Die was ik vergeten. En, maar goed, tegen die tijd kunt u daar nog op terugkomen. Als u vier kleintjes doet die minder werk is dan twee van die grote, dan helpt het in ieder geval al. Grondbeleid, kort gezegd, die dochter heeft gewoon gelijk, stond daar gewoon fout. We hebben een notengrondbeleid, één keer in de vier jaar. En die komt in 2019 wel langs. We hebben jaarlijks een greks die wij tegelijk met de begroting doen, die u nu ook weer hebt gezien. En dat blijven we ook gewoon zo doen. In de notitie stond dat nog fout. Dus vergeten te corrigeren. Net zo goed als in de notitie stond van 10.000 euro bij artikel 4. Ik weet niet of die al in de mijnen was die nog niet, maar misschien had ik nog een oude versie. We rapporteren als 50.000 euro overschrijdt. En er stond in de eerdere versie die ik hier nog heb 10.000 euro, maar dat was het bedrag van Ommer. Maar die hebben we ook gecorrigeerd. Dus er mag nog één vraag? Ja, dat mag. Want ik had meer in het algemeen gevraagd aan de portefeuillehouder of wat hier nou staat niet alleen een papieren aangelegenheid is, maar ook daadwerkelijk door de hele organisatie is doorgevoerd. En daar gaf ik twee voorbeelden bij die de wethouder vervolgens specifiek beantwoord. Maar die waren slechts de ondersteuning van mijn hoofdvraag of alle vorderingen zoals die hier nu aangenomen worden ook daadwerkelijk in de organisatie geïmplementeerd zijn. Voorzitter, dank u wel. Dat antwoord was duidelijk. Kort maar krachtig. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan is de volgende vraag of het een hamerstuk of een bespreekstuk moet worden in de raad. Hamerstuk, dan wordt het een hamerstuk. Dan zijn we bij de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Niemand? Dan sluit ik de vergadering. En dan beginnen wij dus om 8:15 met de informatiesessie, BOH.